nanotechnologie. Het is dichterbij dan je denkt. Maar wat is het precies? Nou, kort door de bocht is het knutselen met bouwstenen van een miljoenste millimeter. En wat krijg je dan? Futuristische ideeën zoals kleding die je nooit meer hoeft te wassen. En twitteren, dat doe je straks vanuit je kies. Toekomstmuziek? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Daan ging vanmiddag even shoppen op de nanomarkt. Wie wil dit nou niet? Een verf waarvan je de kleur nog kunt veranderen nadat je hem op de muur hebt aangebracht. Dat is het idee van de nanopaint. Ja, dan krijg je een soort botox-achtige injectie. Dan kun je vervolgens met de handige nanoliftstick je gezicht beeld houden. Maar de Twitter-implant, als je hem eenmaal hebt, dan twittert hij alles wat er in jouw lichaam gebeurt. Wordt gewoon getwitterd. Maar dat wil je toch niet? Want als ik een scheet laat, dan probeer ik hem zo zacht mogelijk altijd te doen. Dus dit is ook precies zo'n product waarvan, ja, we ook merken als we mensen in de bus krijgen, de meeste mensen willen dit gewoon niet.